Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal. Zijn er hier ook al meisjes in de zaal? Wat gezellig zeg. Ach, dat doet ze mij veel plezier. Zijn er ook al jongens hier? Het zo. Wat ik ook nog vragen wil. Is er hier een groot hotel? Ik wou dat ik een ijsje had. Ijs met slagroom. Lusten jullie dat? Ja! Heerlijk! Zalig! Stap het al naar smulde van. Lus je ook wel bloemkool dan? Met een pakje! Met een pakje! Met een pakje! Met een pakje! Bloemkool met een pakje! Aha, aha! Met een pakje! 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 Heerlijk! Is misschien wel lekker bloemkool met een papje, maar ik vind... Nee. Ja, het is misschien wel lekker, maar... Luister even wat ik roep. Lus je ook een broodje op poep? Waarom wel een broodje poep vinden de kinderen vies? Hoofdgeit de breier is een broodje poep vies. Oh, zo vies. Waar? Mag ik niet zeggen een broodje poep rakker? Ome Willem is dus gek. Rappa! Rappa! Dat doet zo'n ontzettende pijn, wist u dat? Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Dat zal wel, maar staat er op die tafel dan een pakje van de post dat vliegen kan? Oh, dat bestaat niet. Een pakje kan niet vliegen. Een postpakketje kan niet vliegen. Kan niet vliegen. Foei, stomme ome Willem. Stomme ome Willem. Rappapa. Rappapa. Rappapa, rappapa, rappapa. Pats, pats, pats. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem, stop en mee. Knap, knap, mee. Datgene wat nu eenmaal achter gesloten deuren en als het ware aan de onderkant van dat publieke domein plaatsvindt, dat speelt zich af in het geheim. Het is buitengewoon moeilijk om daar informatie over te krijgen. En bovendien is het dan zo dat wanneer journalisten er al informatie over zouden kunnen krijgen, wanneer ze bijvoorbeeld deel uitmaken van zo'n Bilderberggroepconferentie, dat ze zich dan vaak verplicht weten tot geheimhouding. Dat is overigens een hele merkwaardige zaak, want journalisten zouden dat spelletje natuurlijk niet mee moeten spelen. Maar ook daar zie je dan weer, dan is er een zekere verbondenheid met de elite. Dus, hoofdredacteuren horen sowieso bij de elite en zijn bereid om belangrijke informatie achter te houden. En waarom is dat? Nou, een deel van de verklaring is eigenlijk dat de media zelf, althans de grote internationale spraakmakende media, deel zijn van die groepen die aan die onderkant van het publieke domein functioneren. Al die groepen die met elkaar in het geheim en achter gesloten deuren allerlei plannen maken voor de samenleving, daar zijn media zelf vaak deel van. Als je denkt aan grote Amerikaanse televisiestations die het eigendom zijn van defensie, bedrijven zoals General Electric, of die nauwe verbanden hebben met de banken, of die deel zijn van andere grote industriële bedrijven, dan is al heel duidelijk dat daar een samenloop van belangen is. Begin van 1991 wil een duidelijke elite graag dat de Amerikanen interveneren in Kuwait om Saddam Hussein en zijn troepen te verwijderen.
En om dat voor elkaar te krijgen wordt een groot public relations kantoor, Hill & Knowlton, ingehuurd om voor zo'n 10 miljoen dollar een campagne te bedenken die de media ook over de streep moet trekken. Een public relations kantoor dat werd ingehuurd om een oorlog te beginnen. Pure propaganda dus. Maar ja, wat kan ons het eigenlijk ook allemaal schelen, zolang het allemaal in ons eigen belang gebeurt? Entire effort, I think, came up to over $10 million. Which is about what it is for a presidential campaign. Maar de campagne slaat niet aan en er wordt een gruwelverhaal bedacht dat wel wordt opgepikt in de media. They stole the incubators and threw the babies out of the incubators. And the troops, the Iraqi troops, turned off the oxygen of those incubators. And they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. De campagne krijgt opeens wereldwijd aandacht wanneer een getuige uit Kuwait haar verhaal doet op een door Hill & Knowlton georganiseerde hoorzitting. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Op 27 november organiseert Hill & Knowlton zelfs een presentatie voor de Veiligheidsraad. 2 dagen later geeft de VN toestemming voor gebruik van geweld. Pas na de oorlog blijkt dat de getuige de dochter van de Koeweitse ambassadeur in Washington is.